zijn in Oldebroek voor de derde wedstrijd van het wereldkampioenschap zijspancross. En we hebben een Nederlander met de rode plaat, Etienne Baks. Ja, de rode plaat is bij ons nu op momenteel. En hij heeft al meer dan een jaar geduurd. Dus het is wel heel apart en heel leuk dat we hem nu op onze Thijs Grand Prix mogen dragen eigenlijk. En er komen gewoon heel veel mensen voor ons hierheen dit weekend. Dus dat vind ik gewoon heel speciaal en vind ik heel leuk. En dat blijft leuk. Er zijn ook al mensen die al misschien al tien jaar of langer meegaan bij ons. This is what we work for, you know, to get the championship lead. And for me it feels really, really special. I don't know how long we will gonna hold it. It will be just this weekend or maybe a couple of races all the season. That the time will tell, but I feel really happy. We zijn hier in Oldebroek, vrijdagmiddag. Waar let jij nu zoal op als je hier nu de baan aan het bekijken bent? We letten eigenlijk vooral op de veranderingen die ze hebben voorgedaan in deze winter. Ze hebben een aantal stukken veranderd, een aantal secties zijn veranderd tegenover het voorgaande jaar. Dat is eigenlijk voornamelijk waar we op letten. Opspannen. En dus niet. Staat nu op 9 minuten. 5 of 6. En kun je eens iets vertellen zeg maar, over de strategie voor dit weekend? Want jullie gaan morgen op zaterdag zeg maar, met een zijspan rijden. Is die exact hetzelfde dan op maandag? Of is het zo dat er ook bijvoorbeeld voor de maandag nog een nieuw blok onderkomt? Morgen starten we met wat we vandaag opgebouwd hebben. Mocht hij dingen veranderd willen hebben, daar is morgen eigenlijk de beste dag voor. Het blok bouwen we morgenavond uit. Dan wordt beslist met wat voor blok met die rijdt. Als deze goed gelopen werd, komt deze gewoon terug onder. Wordt nou gekeken en komt er terug onder. Dit was de vrijdag in Oldebroek. Op naar de kwalificatie. Just at the team meeting, can you explain a little bit how important that is? Years before we did not do that, and this year we became, in my opinion, more professional, and it's good. It's good that every minute, every hour, everybody knows what to do, and we have a day schedule. You know, we just talk out the day schedule, and so far we are in third GP in, and it worked. I could say like the teamwork is just amazing. I could not wish for anything better. Voor Etienne en Caspers zit het erop voor vandaag. Maar de monteurs moeten nog een aantal uurtjes door om het materiaal in orde te hebben voor de grote maandag. Door de week sowieso komt er een nieuwe versnellingsbak in, een nieuwe zuiger erop en wordt alles nagekeken. Dan op zaterdagavond komt er een nieuwe derde versnelling in. Nu was er een klein probleem met het lager. De zuigerveren worden meestal vervangen. En zo wordt hij eigenlijk klaargemaakt voor de zondag. Dus je ziet, het blok wordt compleet gesplit op zaterdagavond. Op zondag wordt er dan nog mee gereden één dag. En op zondagavond nemen de jongens hem weer mee. Terug naar de werkplaats. Waar die weer helemaal geserviced wordt. En zo gaat het week in, week uit eigenlijk. De handjes worden geschud met alles.
die daar, kijk eens, daar, Max, hier loop je aan de overkant. Stubbel is natuurlijk de meeste sympathieke man van het. Ja, dat mag ik zeggen, dat zijn allemaal sympathiek, maar we hebben ze laten lachen. Kasper is de Stubbel is. Wat een enerverende wedstrijd van Team Bax in de eerste manche. Maar voor de monteurs gaat de wedstrijd gewoon verder. Zij moeten zorgen dat de motor weer helemaal klaar staat voor de tweede manche. We gaan even kijken wat Robin nu aan het doen is. Robin, wat een wedstrijd. Nou, dat was goed, hè? Wat ben je nu aan het doen om voor de tweede manche de motor helemaal klaar te maken? Allereerst kijken we de koppeling. Olie eraf natuurlijk, dat er iets aan de stop zit. De koppeling uitvullen. Kijken of je nieuwe banden wil of niet. En dan de rest alles natrekken. Zo wel eens goed was. Kan niet weg. Kasper, a great race in the first moto. You guys won, but it was a come back to the field race. How is it with your back and the situation for the second race? Yeah, I should say really much thank you to the physio in Mono where I was yesterday. I guess Robin was his name. Because in the Eastern nobody works on Sunday, and I was blessed that he took me. And I was really worried yesterday, like I told you, and this morning it felt a little bit better, and I did a free practice and I felt alright without the painkillers. For the moto I took a painkiller. It's not great, but I can handle it, like you see, and it was a good comeback, but I think this is what the supporters like to see, you know, and everybody get excited, and it was a good race. Hey Jan, what a race, man. What an inhoud, it's gigantic. We hebben een mooie race. We houden er al geen rekening mee dat we op start pakken. Want de starts lopen nog steeds niet zoals het hoort. Maar dan maar op deze manier. En de eerste ronde zaten we 12. Ik denk dat we zelfs nog een tijdje nog teruggevallen zijn. Want op een gegeven moment zaten we achter Verlukken en achter Helmans. Maar toen begon het op een gegeven moment te lopen. En ik wist dat we rijden al heel vlieg in de snelste rondetijd. Dus ik wist dat het mogelijk zou kunnen zijn. En langzaam begonnen we naar voren te werken. En uiteindelijk kon de meisje weer te winnen. Dus, het was super goed, super leuk voor ons, super blij voor ons team. En ik denk voor het publiek was het leuk om te zien. Dus aan alle kanten snijdt het mes. En ik denk dat we een mooie eerste match gezien hebben. Ja. We zijn enkele minuten verwijderd van de start. Voor Team Bax is dit zeer belangrijk. De starts zijn op dit moment nog niet gelopen zoals het zou moeten. Maar door middel van een analyse proberen ze hier verbetering in te krijgen. We wachten af hoe het in de mandjes zal gaan. We doen startanalyses, we doen heel veel starttrainingen door de week. En we zijn erachter gekomen als we het bakwiel laten zakken, dus eigenlijk overdreven schuin zetten, dat we doordat we beide eigenlijk aan de linkerkant staan, toch rechter staan en dat we op die manier rechter uit de startblokken vertrekken. I can't.
zitten hier net naar de tweede mines en je bent eigenlijk alweer aan het sleutelen. Wat ben je op het moment aan het doen? Ik ben nu, Zabel haalt even de cilinder af, die wil kijken of Nico Schiel nog gehouden heeft. En het lijkt allemaal goed dus. En wat gebeurt er nu zeg maar met dit blok? Gaat dat met jullie mee naar huis? Of? Die wil het HM mee hebben en dan waarschijnlijk gaat hij op de testbank heen. Jij bent zelf ook actief coureur geweest, Grand Prix rijder, ONK rijder. Ja. Hoe heb je dan vandaag langs het circuit gestaan? Afwachten, als alles maar heel blijft en ja, toch best zenuwachtig. Jacques, ik denk dat je tevreden terug kunt kijken op deze mooie dag. Ja, absoluut. Ik heb een prachtig weekend gehad. We hebben mooie wedstrijden gezien. De eerste mandje was een heel slecht weg in de start. En dan weet je eigenlijk toch weer in 10 minuten tijd op te werken naar de top 5. En, ja, hij weet zijn eigen nu redelijk goed te doseren. Hè. Andere jaren dan is die, dan gaat hij in het begin een beetje als een gek tekeer. En dan weet hij nu eigenlijk een beetje beter te doseren. Dat hij niet alles in één keer moet geven, maar de wedstrijd opbouwen. Hè. Ja. En als je ziet, het doseren was in Lommel. De eerste mines natuurlijk, de eerste mines van het kampioenschap. Daar ging het eigenlijk helemaal mis, hè? Ja, daar ging het helemaal fout. Ja, daar was hij... Ja, hij wou gewoon de beste zijn natuurlijk, ook omdat het zo wat thuis is. En ja, dan gaat hij gelijk een dolle stier tekeer, zeg maar. Ja, dan gaat het fout, daar kun je eigenlijk op wachten. Hè. En ja, dat gebeurde natuurlijk. En ja, uiteindelijk toch nog de schade weten te beperken. Hè. Dat was een redelijke uitslag. Maar ja, het is, hij wil gewoon winnen. Hij is gewoon zo. Leiden ze niet als voor het wereldkampioenschap op dit moment. HR Max en Kasper. Ik bel van de week nog, ik kom een keer langs met mijn... Moet je minimaal over bron zetten, man. Ja. Met de leer. Gefeliciteerd, man. Ja, dat is leer. Ja, dat is leer. Het is lang geleden dat wij zo'n kruis hebben. Ja. Het is meer dan een jaar geleden dat we een dokumentje overwinnen. Dankjewel. Meer dan een jaar geleden. Nee. En dan twee meisjes gewonnen. Ja, super. Dan ja, dat ook. Mooi, ja, jongen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.